Wel fam en welkom terug bij een gloednieuwe Horror Zaterdag. Ik ben natuurlijk Melvin. En vandaag is het weer tijd dat ik wat spellen ga spelen. Maar niet zomaar spellen, nee. Vandaag is het weer tijd voor de Re-Random Horror Games. Jeetje, wat kut Melvin, we willen Five Nights at Freddy's. Ja, ik weet dat jullie Five Nights at Freddy's graag willen, maar die video komt aanstaande dinsdag. Het is inderdaad nu eerst weer even tijd dat ik 3 random horror games ga spelen op deze hele mooie horror zaterdag. Het is weer een tijdje terug en het leek me leuk om weer eens even te kijken op mijn standaard website of er nog wat spannende en leuke spellen tussen zitten. En voordat ik te veel aan het praten ben, zitten we hier al in game nummer 1 en dat heet Get Spooked. Er stond echt geen informatie bij, maar we gaan gewoon het spelen, denk ik. Loading, start. Cool. Hallo? Ah! Ah! Wow, thank you for trying to play the game. It's not actually a game though. I just wanted to fool around a bit, so I made this. It's intended to seem shitty and low budget. Dit is toch niet echt? Dit is toch niet net nu gebeurd? Het stomme was ook dat dit achterlijke spel op nummer 1 stond bij itch.io. I don't know why, but I feel a bit awkward for putting you in this cringy situation. Yeah, I just wanted to see people get jumpscared on a loading screen, so I made this. And so if you planned on playing this game for one video, I'm very sorry for making more work for you. But at least you got jumpscared well, I hope. Wat is dit slecht? You might be wondering what were the screenshots that I used. I took them from one of my unreleased games, so don't worry. I did not steal anything. I simply misled you. Lol, bye. Ok, bye, I guess. What the fuck, bye? What is dit? I thought the program was going to close. Ah, naar. Hij gebruikt mijn Windows-naam. Doe dat nou niet. Dat is niet leuk. Dat is niet eerlijk dat hij dat doet, want dat is eng. Wait, why don't I just hit Alt F4? I have a mind. I'm not just one of many programs. You cannot treat me like shit. Ah, you're trying to be like Monica. Who the hell is Monica? Monica from Doki Doki Literature Club. Voor de mensen die het nog niet weten, dat spel heb ik nog nooit gespeeld. Maar heel veel mensen willen dat wel ooit eens van mij zien. Dus misschien ga ik dat ooit een keer livestreamen op mijn Twitch kanaal. Twitch.tv is altijd Melvin. Maar what the hell are you pressing buttons for? If you want to leave, then just leave already. You don't need to stay here and hurt my feelings. Lol, you don't have feelings. Well, do you know what I think? I think you don't have anything better to do than crime community. I'm not communicating with you. What the fuck is dit voor eerste spel? Well, there is a lot I know about you, and there is a lot of things that I can do to you. I am a piece of software after all. Now, think carefully about what you're going to... Do you love me? Yes. Really? I can't believe you actually said yes. I mean, you're my everything. For once, I have some... Wat gebeurt hier? Not only for my personality, but for my... I mean, okay. Oh, what the hell now? You only say, okay? You really are an idiot. I mean, you can't even say the proper word, which is okay. Like, what the fuck the button said? Oh, poor Melvin, you really are getting on my damn nerves. Why the hell would you press the button? There was only one button. So this, what I am to you, just a machine where you have to press a button because there is nothing else to do. Was there only one button when you had decided where you love me? Oh, what the hell is your problem? Inderdaad, wat is mijn probleem dat ik überhaupt dit speel? The game is still a troll, like why don't you just leave the game already? PS, if you create a video about the game, please send me a link in the video in the comments. I love to watch gameplays and like supporting YouTubers by subscribing if they play my games, thanks. But like seriously, it's finished now, lol, bye. Ik heb nog nooit zo'n achterlijk debiel spel gespeeld met Horror Zaterdag.
Of überhaupt nog nooit zo'n achterlijk debiel horrorspel in mijn hele leven. Lights Out is spelletje nummer 2 en ik hoop van harte dat dit wat beter gaat zijn dan spel nummer 1. Wow, oké. Ik druk op play en het licht erachter gaat uit. What the fuck? Misschien omdat de titel Lights Out is, maar oh. Eto Interact, after check phone, tap. Oh, oké, okay. Notes. Er ligt hier een noot op de grond. Dit ziet er al goed uit. If you are reading this message, I feel so sorry for you. You were tricked, fooled. They lied to you. Whatever, it's already too late. Don't bother calling, there is no reception here. I would keep all the lights on if I were you. Let's just say you don't want to be in the dark for very long. Oké dan. Cool. We hebben wel muziekje. Dat vind ik leuk. We hebben hier een trap. Hallo? What the fuck? Wat de heck is dit? Wat? Oh, turn on the switch? Moet ik alle lampen aandoen? Wat is de bedoeling? Even serieus. Ik zit nu al gewoon vast. Of moet ik hier naartoe gaan en wel lampen aandoen? Wat is de bedoeling? Oh, oh! Er ligt hier nog een briefje. There are two lights in the attic, one at the entrance of the house, another in the living room in a bookshelf, a light in the kitchen, there is a beaker in the basement that you must reset every time, there is a power outage, my phone is about to die, I'm using the last bit of light to write you this message. Oh, het gaat die kant op, de stroom gaat zeker zo uitvallen, of niet? Hallo? Nog een briefje, what the heck? If you make it out alive, please notify the police and find my body. If... can't have been taken. Wat? Degene die het heeft geschreven is dood? Oh. Oh mijn god. Dat vond ik niet leuk. Maar we hebben het gedaan. Dat is goed. Moet ik nu alle lampen aandoen? Of hoe zit dat? Lampen? Oh, kijk. We moeten nu gewoon alle lampjes aandoen. Dit is makkelijk. Dit kan ik gewoon doen. Kijk. Oh. En nu moet dat boven ook nog een keer. Hoe zit dat? Lamp. Oh, damn. Er klopt iemand op een deur. Ik weet niet waar dat is, maar... Hallo? Waar klopte er nou iemand op een deur? Hier beneden? Waarschijnlijk moet ik de deur open doen, of niet? Hallo? Waar was de waar was die deur waarop geklopt werd? Is er überhaupt een voor... Oh, oh, hier. Hallo? What the heck? Is het licht nu weer uit? Ik begrijp het niet. Wat gebeurt er? Wat is hier gaande? Mijn mobiel is ook langzaam aan het leeglopen, zeg maar, dus... Wat is dit? Waarom heb ik alle lampen aangedaan? Of niet? Oh, het licht is eruit gevallen, of niet? Nee, niet. Huh? Wat de heck is de bedoeling? Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god, wat? Wat de heck? Hallo? Wat is dit? Nee, 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 nee. Nee, waarom moet nou weer stroom uitvallen? Hallo? Hallo? Dit is niet goed. Zou dat die man zijn die briefjes had geschreven? You found me? Wat? Ja, ik heb je gevonden, maar wat nu dan? Oké. Okay. Oké. Okay. Wat de heck? Wat was dit voor spel dan? Grandioos goed weer hoor, even serieus. Cleaning Service is het laatste horrorspel van deze video. En in dit horrorspel zijn wij een schoonmaker of schoonmaakster van de... ja, Cleaning Service. Press Q to open object. Oh! Clean! First floor, second floor and go home. Dat is niet zo makkelijk. Press any icon. Oh, we moeten dus met link... Oh, kijk. Oh, wat cool. Gaan we echt alles zo moeten opruimen? Meen je dat? Wat leuk. Laten we eens kijken. Hallo. Waarom is die nou weer zo donker trouwens?
Jeetje, dankjewel. Dat had ik echt even nodig. Ja, mooi zo. Deze plant moet trouwens sowieso even recht in de hoek. Ja. De wasmak moet even opgeruimd worden. Wat hebben we hier nog meer? De badkamer moet schoon. Wat? Nou, we gaan ons niet afvragen wat dat was. Waarom zit er bloed op de muur? Even serieus. Als ik dat zou tegenkomen als schoonmaker, dan zou ik echt gelijk een melding doen bij de eigenaar of eigenaresse van dit appartement. Het is namelijk niet goed als je zoiets vindt. Dat moet je niet hebben. Laten we in ieder geval maar gewoon die woonkamer ook even schoonmaken. Wanneer ik een... Oh, hier. Dit lamp kan aan. Oh, kijk eens aan, joh. Wat makkelijk. Wat goed. Moet je kijken. Dit is echt het meest makkelijke spel ooit. Waarom kan het schoonmaken in het echt niet zo makkelijk zijn? Dat zou echt gewoon geweldig zijn. Dat je gewoon zo poef op iets klikt of iets aanraakt en het is gewoon schoon. Dat was echt gewoon geweldig geweest. Laten we in ieder geval maar naar boven gaan, want hier moeten we ook nog wat dingen opruimen. Hallo. Laten we eerst even het lichtje aandoen. Top, oké. En we gaan gewoon vanaf deze kant gaan we gewoon terugwerken. Ik denk dat dat het beste is. Kijk eens aan. Oh, wat? Waarom staat de computer hier nog aan? Wat is dit nou weer? En hoe kan überhaupt een appartement zo'n grote teringbende zijn als dit? Dat kan toch niet? Even. Oké, de computer hebben we uitgedaan. We gaan trouwens wel hard hoor. Even serieus. We moeten alleen nog maar de bedroom 2 en de storage doen. En dan zijn we gewoon klaar. Easy. Oh. I need to find the key. Serieus? Gaan we ook nog fucking moeilijk zo'n sleutel moeten vinden? Oh, dat meen je niet. Ik haat sleutels zoeken. Helemaal dat we dat nu gewoon moeten doen zonder dat iemand dat ons heeft gegeven. Wat is dat nou voor überhaupt? Oh. Oh, easy. Dat was echt makkelijk. Kijk, nu kunnen we gewoon hier naartoe, want we hebben alles schoongemaakt. Hallo, storage room. Ik kom jou schoonmaken. Wacht, wat? Is dit nou weer dan? Ah! Wat? Wat de heck? Ik dacht dat ik gewoon moest schoonmaken, maar nu zitten opeens bloedspetters op alle muren die we hier tegenkomen. In de meest grote achterlijke kast ooit, of wat is dit? Hallo? Joe! What's happening? Dat vraag ik me ook af, ja. We hebben een kaars. Oh, moeten we dit gaan schoonmaken? Wat? Moeten we serieus al het bloed gaan schoonmaken hier? Hallo? Oh, waarom denk ik hier dat een monster hier komt? En overal zit nu ook zo'n bebloed teken bij. Zie je dat? Dat is echt heel naar. Oh, wat is dit? Joe! Kan ik naar boven toe? Ja, oké. Laten we naar boven gaan. We hebben een paar van die bloedspetters opgeruimd. We gaan gewoon alle kamers belangs. Voor allemaal bloed. Kijk, hier. Bloed. Ga weg, bloed. Dankjewel. Hoeveel bloed gaan we nog vinden, moet? Ik weet het niet. Hebben we een objective? Ons objective is letterlijk bloed. Kijk. Daar hebben we wat aan. Ik ga gewoon even snel kijken of in deze... Ja, zie. Oké, allemaal bloed opgeruimd. Ik hoop dat het monster of wat het ook maar was dan nu blij is en dat ik gewoon weer verder kan gaan met mijn werk. Hallo. Niet. Bloed. Is er nog ergens bloed? Heb ik nou serieus ergens bloed overgeslagen? Misschien in de keuken hier, want daar ben ik nog niet geweest. Ja, natuurlijk joh, in de keuken. Bam. Kijk eens aan. Oké. Wat de heck? Even serieus. Niet. We moeten ook helemaal opnieuw al dat bloed weer zoeken. Wat was dat? Wat de heck was dat voor achterlijk monster? Oké, dus als ik deze opruim en ik ga door die deur, is daar opeens een monster? Wat de heck? Moet ik daarvoor wegrennen naar boven toe? Wat is de... Hij is sneller dan ik had verwacht. Oké. Oké dan. Kom op, ga door die deur heen. Ik ga gewoon rennen, want ik heb geen idee wat het is. We zitten in een of andere tafelslange gang weer. Oh, met bloed. Oké, nice. En nu? Hallo? Monster? Wat de heck? Wat gebeurt hier? Oh, hij komt naar me toe! Wat is dit voor achterlijk dolen? Wat gebeurt hier? Ik vind het niet leuk. Links, ga links. Nee, links loopt dood. Ah, dan hier. Ruim het op. Ga die kant op, want hij zit achter... Ah! Wat is dit voor achterlijk spel? Echt serieus. Oké. Ik ben verder gekomen. Laten we doorlopen. Serieus? Daar waren twee kanten op. Ik weet niet of ik de juiste kant op loop, maar laten we gewoon doorrennen. Oh, oh.
Oh, daar is iets! Daar is het schilderij! Gaan we het monster doden nu? Ik weet het niet. Kom op, schilderij. Schilderij, doe iets. Doe iets. Wat? Wat? Was het een nachtmerrie? Wat was dit? Waarom word ik hier wakker in mijn kamer? Wat de heck is dit? Hallo? Joehoe! Er was niet eens een deur, dat meen je? Het was allemaal fake. Het was allemaal voor mij een nachtmerrie. We zijn in slaap gevallen tijdens onze schoonmaakklus. Wat was dit? We hebben nu... Ja, we kunnen gewoon naar huis. Er was nooit een storage. Wat een kwaliteitsspel, dames en heren. Holy shit. Doei, ik ben helemaal er klaar mee. Ik ben helemaal klaar met mijn cleaning service. Thank you for playing. Precies. Bam! Zo doe je die ding, hè? Gewoon een beetje schoonmaken en dan ben je gewoon klaar. Hier, deze man heeft hem gemaakt en ik bedank jullie voor het kijken naar 3 random horror games die eigenlijk allemaal super kut waren. Ondanks dat, druk op blauw duimpje omhoog als je genoten hebt. Klik hiernaast heel, heel snel op wat anders. Abonneer op dit kanaal, reageer op dit kanaal. Druk op dat belletje van Altijd Melvin. Wie? Dat ben ik. En dan, ja, dat is cool als je dat doet. Ik weet niet wat ik zeg. In ieder geval weet ik wel dat ik nog één ding heb te zeggen tegen jullie. Dat is, doei mensen!